Kasim Richards. Mooie opbouw. Hij dacht opnieuw te scoren. Ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren, Evert. Ik hoop het wel, Evert. Dat zou wel cool zijn, Evert. Hoi, ik ben David. Op Dus David Games kan je een blauw duimpje op video's achterlaten, oftewel een like. Op maandbasis kunnen dat er een heleboel zijn. Ik en vele YouTubers vragen altijd om likes, maar waarvoor precies? Bij DDG steun jij met je like een goed doel. Tot en met december is dat KWF kankerbestrijding. Voor elke 1000 likes doneer ik eind het jaar een euro. Vanaf vandaag. Vorige maand zou dat dus bijna 400 euro geweest zijn. Help jij dus DDG en een goed doel? Dan weet je nu wat je moet doen. Hey kijkers, dus aan de Games. Op een of andere manier is de transfermarkt schijnbaar niet erbij besteed. Ik heb toch echt een aantal aanbiedingen staan. Ik moet er even klikken. Op een aantal spelers. Maar op een of andere vreemde manier. Niks! Ik wil wel eventjes mijn achterstand weghalen. Zoals je ziet, dus Ajax met zijn 3 puntjes natuurlijk wat omhoog gekomen. Ik sta op nog 4e. Eigenlijk gelijk met de nummer 3. En ik sta nog 1e. Geen flauw idee waarom. Ik heb zelfs eentje minder gespeeld als PSV. What the fuck? We gaan gewoon Cambuur even inmaken. Want ik voel... Ik moet even een fix hebben. Ik moet even mezelf goed voelen. Het professioneel is voor mij is best moeilijk. Dus ik wil gewoon even winnen. Ja? Laat mij. Mooie bal. Even kijken hoe snel die mannetjes zijn, hè? Even kijken hoe snel ze zijn. Oh, dit is inderdaad wel heel ander niveau dit. Paf! Oh! Zo'n verschil zit er dus in. What the fuck? Wat? Hoe scoor je zo'n bal? What? Oké, nou wil ik ook echt even vies hard winnen. Ik speel nog steeds niet professioneel. Maar ik heb een pak slaag gekregen van de CPU van Ajax. De ridder. Kom maar bij papa, kom maar bij... Ja hoor. Oké, let op hè, let op. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Rechts is de ruimte. Paf! Oh, jammer. Net niet. Oh. De laatste keer dat Feyenoord landskampioen werd, was alweer in 1999. Mooi man. Nou, ze zijn de laatste jaren goed bezig. Moet je eens kijken wat voor spelers er allemaal doorkomen. En die worden voor veel geld verkocht. Dus goed bezig Feyenoord. Doornstra. Oh nee, vriend. Die gozer zelf wil zoiets van, had ik die bal? Ja, die had je. Helemaal verbaasd. Jammer dan, lelijke aap. Ja hoor, met mazzel hebben we hem ook nog. Ah, oh, fuck! Hij zit erin! Hij was raak! De eerste kopbal ooit! Yes! Oh, deze man. Toornstra. Ik dacht dat hij er overheen ging. Schaken. Oh, als je die nou niet had, jongen, dat was de mooiste goal ooit. Ja? Die bal zweeft prachtig. Basi! Goed geprobeerd en dit is zijn uiterste best om met Klaas, zijn hoofd in die bal te komen. Nee, dat klopt, hè. Klaasi. Ja? De keeper heeft die bal. Zo, wat een redding! Een hoekschop aan. Bom! Ja, die had hij. Heel knap, heel knap. Had ik niet verwacht. Oké, aanname. Is perfect. Kapje. Bam! Fuck! Voor een doeltrap. Ik vergat hem beter te drukken. Echt zo zonde. Ah, oh, wat jammer man. Dat is een mooie actie. Kasim Richards. Kom, Kasim. Kom, ja! Kasim, ga! Ja, en nu? Schieten natuurlijk! Doelman stopt de bal, maar die komt terug. What the fuck, doelman? Ze krijgen hij schoot niet! Waarom schoot hij niet? Ja, en nu? Die moet ik wel doen! Dit soort balletjes! Oh, via het hoekie! Holy shit! Awesome, sounds! Team Lennigij! Team Feyenoord! Hey man. Kasim Richards, mooie opbouw. Hij dacht opnieuw te scoren. Ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren, Evert. Ik hoop het wel, Evert. Dat zou wel cool zijn, Evert. Doe een ding, doe je dansje. Doe je ding, doe je dansje. Kom op, man. Wow.
Oh, hij is er langs. Hij is er langs. Wat gebeurt hier? Nee, dat was geen al te best schot. Dat kan buur, dat is... Hij schept de bal veel te veel. Niet zo sterk. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Ja. Blijven de kaart op zak. Dat is geel. Oké. Maar hij was gewoon goed bezig, die El Amadi. Bob Schepers. Ja, daar sta je dan. Die bal gaat er niet in. Hij lag Kut. Wel op een mooie plek. Ik heb geen flauw idee waar hij moest. Ja, daar had meer in gezeten inderdaad. Schaken. Hij... Oh! Nou, gewoon doorspelen. What the fuck? Dat was wel een beetje heel hard. Ik zat echt op een beter rammen. Maar als je... Voor mij was het de hardste bal ooit in het bovenhoofd. Echt asociaal hard gewoon. Bam! Slaat helemaal nergens. Oh, help me. Maar het is gespeeld. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De Mooi. Wedstrijd eindigt in 4-0. Voor mij hebben ze geen enkele schot op doel gehad, zowat. Laten we eens even bekijken. Echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Ik vond het ook niet spannend. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Nul schoot op doel. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. En hopelijk tot de volgende keer. Toedeledokie pasta, vriend. Hartstikke later. Nou, dat betekent gewoon dat we de Nederlandse bekers gaan hebben. We moeten tegen Twente. Ja, dat is tegen Twente al, 27 januari 2015. Ik heb er zin in en als je er ook zin in hebt, dan zou ik zeggen, laat een reactie achter met een like. Laat een reactie achter, laat een like achter met een reactie. Abonneer op DDG, check ook alle andere FIFA careers die ik al inmiddels gedaan heb. Hoe ik hier gekomen ben, dat ik bovenaan in de ranglijst sta. Het ging eerst op beginner en amateur, toegegeven. Tegenwoordig spelen we niet eens meer op semi-prof, maar op professioneel. Hartstikke leuk natuurlijk. En dat was hem, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Peace!